Alle mensen zijn even gelijk. Mm-hmm. En we zijn allemaal op dezelfde manier gemaakt. En we zijn ook op dezelfde manier geboren. Dus daar schaam ik me eigenlijk niet voor. Nee. Dat zou wel iets meer benadrukt dat misschien mogen worden in de wijk. Ja, maar ook buitenlandse mensen. Het kan me niet schelen. Hun hebben ook recht om te leven. Ja. Ik kom van Klarendal, maar en mijn vrouw komt van Sint Maarten. Dat accordeert niet bij elkaar samen. Waarom niet? Weet ik niet. Dat weet ik niet. Ik ben hier niet geboren en getogen, dus ja, dat is jammer dat je dat ook niet weet. Ik word soms vergek verklaard omdat ik dus Klarendal gewoon inloop, maar ik denk van ja, waarom niet? Maar door wie wordt hij dan vergek verklaard? Ja, dat zijn mensen die... Andere kerkgemeenschap. Oké. Die hier wonen. Maar heeft het volgens u met geloof te maken dan? Ik denk het haast van wel, ik weet het niet zeker. Wat zonde, dat ligt zo dicht bij elkaar. Want de kerk waar zij woont, die is gesloten. Mm-hmm. Ja, heel lang geleden. De kerk waar ik woon, die heeft dan wel een mortarium. Of ze nog diensten worden gehouden, weet ik niet. Als ik naar de kerk wil, dan moet ik hier naar de Steenstraat, zeg maar. En waar ligt dat, waar zou het volgens u mee te maken kunnen hebben? Ik denk al heel lang geleden, al lang voordat wij hier woonden. Ik denk dat Sint Maarten, hoe moet je dat zeggen, een wat hogere stand had dan Klarendal. Ja. En het is eigenlijk een soort standverschil. Dat zou je in deze tijd niet meer verwachten. En toch valt mij dat op. Terwijl ik bij mezelf denk van ja, in Klarendal wonen toch ook gewone mensen. Ik ben maar een gewoon mens. Ja. Ik ben dan misschien wat hoger opgeleid dan de gemiddelde mens. Bij wijze van spreken in Klarendal. Maar ik kan me niet voorstellen dat er geen hoogopgeleide in Klarendal wonen. Ja. Dat is niet waar, maar dat stamt van heel lang geleden. En dat op een of andere manier blijft dat doorgaan tussen die twee wijken. En ik zie dat niet. Want dat zou natuurlijk ook mooi zijn als we door middel van deze projecten daar ook minder onderscheid in kunnen maken. Want ik had ook begrepen dat bij de Golden Oldies er ook mensen uit Geitenkamp gewoon meededen. Ja. Dat we niet die scheiding meer maken. En er was maar heel weinig mensen waren er uit Sint Maarten bijvoorbeeld. Ja, en er kwam ook een meneer uit Huigerslaan. Ja, van de Huigerslaan. En die hoort er dan ook niet bij, zo gezegd. Nee. Nee. Astrid is bezig met het opzetten van wijkgerichte projecten om eenzaamheid onder ouderen iets te verminderen. Ervaart u deze eenzaamheid zelf ook? Nee, niet persoonlijk. Nee? Nee. Er wordt weinig voor de ouderen gedaan, vind ik. En hoe mist u dat? Waaruit blijkt dat? Dat we dat zelf allemaal uit moeten zoeken. Gebeurt er iets vanuit de gemeente om... Nee. Niets. Nee, het zijn meer de initiatieven uit de wijken zelf. Ja. En kunt u een voorbeeld geven van dingen die dan georganiseerd worden? Of? Wat Astrid gedaan heeft, onder andere. Dan heb je de inloopochtenden bij het parochiehuis bij ons in de wijk. Daar zijn meer activiteiten voor mensen. Je moet wel... zelf actief daarin zijn en zelf erop uitgaan. Dat is gewoon waar. Ik ben Astrid Arius. Ik ben community art kunstenaar. En ik ontwikkel projecten waar kunst de basis is om de sociale cohesie te bevorderen in wijken of sociale vraagstukken onder de aandacht brengen. Je probeert het sociale isolement onder ouderen uit Klarendal en Sint Maarten door te breken. Waarom doe je dat? Nou, het valt mij op in deze tijd dat we weinig van ouderen zien. En ik ken zelf ook geen ouderen die bij mij in de wijk wonen. En ik dacht, nou, volgens mij kan daar wel wat aan gedaan worden. En als ik kijk naar het festival, Nederland is het grootste festivalland. En een festival voor ouderen bestond nog niet. Dus toen dacht ik, nou... dat ga ik als uitgangspunt nemen. Maar is daar ook behoefte aan vanuit Amsterdam? Ja, nou ja, ik heb eerst contact gelegd met SWOA en met het sociale wijkteam.
van goh, er zijn veel ouderen hier in de wijk en is er behoefte aan activiteit voor ouderen? Nou, die zeiden van ja, zeker, dus de behoefte is groot. En waarom denkt u dat deze projecten toch nodig zijn? Want u zei dat u zelf die eenzaamheid niet ervaart, maar toch doet u wel mee aan de projecten. Ik heb mijn vrijwilligerswerk. En dat vind ik meestal genoeg om me bezig te houden. Verder, ja, ik heb weinig contacten in de wijk. En ik vond het wel een manier om juist mensen in Sint Maarten te leren kennen. Maar zou je dat meer willen, die aansluiting met de wijk? Ja, dat mis ik soms wel. Ja. En u vertelde mij eerder dat in de projecten die nu georganiseerd worden, is vaak het vervoer nog een lastig onderdeel. Kunt u misschien daar iets meer over vertellen? Sommige mensen, zeker oudere mensen, zijn slechter been. Als ik dan nu even naar buiten kijk met al die sneeuw. Er zijn er zoveel mensen die binnenshuis moeten blijven zitten omdat ze buiten niet kunnen lopen. Dat houdt ook een risico in. Als wij ouderen uitglijden, we hebben zo onze botten gebroken bij wijze van spreken. Dus heel veel mensen blijven met dit weer binnen zitten. Dan kun je ook geen contact maken met andere mensen. In november vorig jaar organiseerde Astrid het project Golden Oldies, waarbij wijkbewoners recepten gingen koken van ouderen. Ja. U heeft daar allebei aan meegedaan. Ja. Hoe is dat verlopen? Wat vond u ervan? Ik vond het voor 150%. En ik heb er zelf ook van genoten. Ja, u heeft heel erg genoten. Ja, eigenlijk wel. Golden Oldies Festival georganiseerd voor ouderen uit Klarendal en Sint Maarten. En de basis was eigenlijk om andere wijkbewoners zover te krijgen dat ze het recept die de ouderen had ingediend gingen koken. En zodat ze dat samen konden opeten. En zodat de ouderen andere bewoners uit de wijk zouden ontmoeten. En dat daar weer nieuwe contacten uit zouden voortvloeien. En daarnaast heb ik ook de samenwerking opgezocht met jongerenwerk. En de jongeren hebben de hele dag bediend en de ouderen opgehaald. En dat was ook heel bijzonder om te zien. Heeft u er iets uitgehaald nog? Misschien nog wat contact in de wijk? Meer mensen leren kennen? Ja, we waren wel best. Deze mevrouw heb ik ook wel leren kennen, maar wij zaten naast elkaar. Ja. Toevallig. En voor u, hoe was het voor u? Prima. Ik heb ook lekker gegeten. Jammer alleen dat het contact tussen mij en de jongeren niet gebleven is. Maar dat heeft met allerlei omstandigheden te maken. Daar wil ik verder ook niks over zeggen. Dat is gewoon heel jammer, maar voor de rest was het leuk. Er zijn ook een paar nieuwe initiatieven ontstaan. Er was een mevrouw die gaat nu, de ouderen gaat nu naailes geven aan een van haar kooksters. En ik heb ook gehoord dat een van de kokers één keer in de maand Indonesisch gaat koken voor een oudere man. Dus er zijn wel dingen ontstaan, maar dat mag van mij meer worden. Astrid die wil weer een nieuw project gaan opzetten. En ze zit eraan te denken om een high tea te organiseren. Waarin wijkbewoners samen met ouderen hapjes gaan maken. En dan ook gezellig met z'n allen gaan eten in een parkje met mooi weer. Vindt u dat een leuk idee? Ja, dat vind ik echt wel een leuk idee. Dat is een leuk idee. En dan mag ik ook rustig een patiënt achterstaan dan. Ja. Ja. En wat vindt u er zo leuk aan dan? Waarom zou dat goed werken volgens u? Ze doet het nu in een ander jaargetijde, waardoor je meer kans hebt om buiten te kunnen zitten. Ja. Dat maakt het contact volgens mij wat makkelijker. Ik denk ook als je wat meer rond kunt lopen, dat het ook het contact onderling makkelijker maakt. Als het een beetje in het centrum van de wijk ligt, dan helemaal. Iedereen weet die plaats dan ook te vinden, zowel jong als oud. En ik denk dat dat een goed punt is. Denk je wel dat het contact tussen de verschillende wijken Klarendal en Sint Maarten goed te leggen is? Ja, ik hoop door middel van grensoverschrijding die twee wijken of bewoners bij elkaar te brengen. Dat blijft moeilijk. Maar ja, deze activiteiten zijn gericht op beide wijken. Dus dat is wat je kan doen dan. Maar ik word wel... Zeg maar, ik woon alleen, ik word wel in de gaten gehouden. Als ik 2 dagen niet buiten ben geweest,
buurvrouw, is er iets? Dat is Klaarnaal. En dat mis je in Sint Maarten. Ja. Daar kijkt niemand naar je om. Ik kan een week dood in huis liggen en niemand heeft in de gaten dat ik een week dood in huis lig. Bij wijze van spreken. Ja. En je bent bij de coöperatie, dan is dat Sint Maarten, dat is Klaarnaal. Ja. Ja. En daar heb ik in het begin ook wel moeite mee gehad, hoor. Want ik had zoiets van, nou, raar. Eigenlijk dat er zo'n scheiding werd gemaakt. Maar ja. Toen woonde boven mij ras echt Sint Martenaren, zeg maar. En die hadden zoiets van, nou, die wilden niks met Klaarnaal te maken hebben. Nee. En ik had zoiets van, nou, wat raar. Eigenlijk. Het was iets wat ik niet kende. Tot op dat moment. Een jaar of 10 geleden werden de jongens uitgezonden naar Afghanistan. Ja. Ik heb de buurman bij ons op een stoepje zitten huilen. Want ik heb ook een zoon die broederdienst zou moeten doen. Nou, je kunt maar zeggen, een man van een jaar of 60. En een oude vrouw. En dan zitten we met z'n tweeën op een stoepje te huilen. Het kan toch niet zijn dat de jongens weer uitgezonden worden? En dan krijg je wel zo'n knuffel in. Ja, van een Marokkaanse man, bij wijze van spreken. Hoe moet ik verder uit zeggen? Het is gewoon onder elkaar. Ja. Heel mooi. Maar die wil leren samen delen. Ja. Ook over de kinderen. Ja. Dat is heel mooi. Ja, dat ontbreekt bij ons ook. Dank u wel.